zijn hier vanavond bij de Haunted Playground in Kabonkel-Breepark. Een avond ter ere van Halloween. Scare actors, muziek, licht, geluid, alles is hier helemaal Halloween vanavond. Wij gaan heel even kijken wat de bezoekers ervan vinden, of ze al een beetje angstig zijn gemaakt, wat de scare actors vinden en natuurlijk heel even in gesprek met degene die dit organiseren. Een haunted playground in een kinderspeelparadijs en jij bent erbij. Bijna Halloween. Jullie dragen op deze manier daaraan bij. Waarom? Hoezo? Hoe is het idee tot stand gekomen? Ja, nou ja, de slogan luidt ook leuk voor kinderen. Dus ja, dat zegt al genoeg, denk ik. Nou, steeds meer Halloween wordt steeds meer een ding in Nederland. Dus wij vonden dat we dat ook niet konden laten liggen. Dus wij dachten, nou, hoe leuk is het om Kabonk, 7 verdiepingen, 3300 vierkante meter, om te bouwen tot een ware Haunted Playground. Het is vanavond natuurlijk een redelijk speciale avond voor Kabonk. Normaal een kinderspeelpaleis. Vanavond ligt dat ook even net wat anders, begreep ik. Nou ja, het is nog steeds een kinderspeelpaleis. Want ook die volwassenen die houden er nog steeds van spelen. Dus op dat moment gaan we gewoon mee verder. Maar goed, het is inderdaad met een heel ander tintje. Dat klopt. We hebben in ieder geval leuke accessoires toegevoegd om het lekker extra spooky te maken. Nou, naast mij staat al een goed voorbeeld, denk ik, van de Haunted Playground. We werken met vele acteurs vanavond die zorgen voor het gegil. En dat is natuurlijk het belangrijkste effect, denk ik, aan zo'n avond. Daarnaast de rookmachines kunnen niet ontbreken. En een leuke DJ om het extra af te maken. Het is natuurlijk de Haunted Playground vanavond hier bij Kabonk. Wat vinden jullie er tot nog toe van? Ja, echt super tof. Ook wel een beetje spannend natuurlijk dat er ineens net daarboven 3 creeps op je afrennen. Maar wel heel gaaf. Het is echt heel erg leuk, ja. Het is heel grappig. Je bent hier zeg maar al 10 jaar niet in geweest. Dus dan, of ja, langer eigenlijk. En dan ga je hier weer in. En dan met al die mensen die acteurs en zo. Ja, het is echt vet leuk bedacht. Nou, top. En even vanwaar dat jullie dachten, weet je, die Haunted Playground, daar moeten wij heen. Dat gaan we doen. Nou ja, gewoon als vriendengroep was het, hé jongens, laat toch gewoon even een avondje lekker kind zijn. En gewoon een avondje even genieten en lachen met elkaar. Ik denk de combinatie van die binnenspeeltuin en die scare monsters. Ja. Echt wel heel erg leuk bedacht zo. Ja, zeker. Ja, tof om te horen sowieso. Dingen waar je echt al doorgeschrokken bent vanavond, of valt het nog een beetje mee? Oh, wacht. Ik voel hier een verhaal aankomen. Ik denk dat de meest memorabele wel is dat ik net uit de glijbaan kwam en er kwam echt zo'n horror Sinterklaas op de hoek kijken. Ja, daar is een geniaal filmpje van gemaakt. Dat is echt heftig. Oh, het is echt zo van, oh shit, en ze rollen echt helemaal zo naar de kant. En die Sinterklaas komt daar. Oh, die was echt heel mooi. Nou, tof. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier vanavond. En sterkte, succes. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen eigenlijk. Precies, veel plezier. Morgen hebben we Spooky Night, dat is van 10 tot en met 17 jaar. Dus net eigenlijk een net wat oudere doelgroep dan we voornamelijk binnen hebben normaal gezien. Dan is het level van scary is iets minder. Maar nog steeds lopen de acteurs rond morgen. En kan deze lichtshow ook niet ontbreken die we nu zien. En vanwaar dan niet voor de jongere doelgroep? Heeft dat nog een hele specifieke reden? Of? Ja, de spanning. En we hebben vorig jaar een Halloween maand gehad. Toen merkten we al dat de kinderen het best wel spannend vonden. Dus we zijn echt voor deze twee doelgroepen gegaan. Hoe is het nou om op zo'n avond hier rond te mogen lopen? En een beetje mensen eigenlijk bang te maken, te griezelen? Warm. Heel erg warm. Maar wel heel erg leuk. Dus de mensen achterna rennen, een tikje op hun schouder. Even om het hoekje springen als ze voorbij komen. Dat is echt heel leuk. Ja, en ga je dan ook echt alleen de gebaande paden, om het zo te zeggen? Of denk je bij jezelf, nou, ik zie wel waar ik uitkom? Ik zie wel waar ik uitkom. Ik ga aan de glijbaan. Of ik kom op het voetbalveld, ben ik geweest. Je komt echt overal. Ja, en is het nou voor jouw gevoel ook een beetje druk? Of had je drukker verwacht? Ik denk dat het eraan ligt per verdieping. Want de ene verdieping is het druk. En dan loop ik daar weer een paar rondjes. En dan zijn er opeens maar heel weinig mensen. Dus het verschilt echt. Maar ik denk over het algemeen is het best wel druk en best wel gezellig en leuk. Nou, top, fijn om te horen. En dan zou ik zeggen, veel plezier sowieso. Okay.
Jullie zijn hier vanavond bij Kabonk voor de Hand, het playground. Van waar dat jullie deze kant op zijn gekomen? Want volgens mij hoor ik iets Vlaams terug. Klopt. We hebben wat advertenties online gezien en zo hebben we dat eigenlijk leren kennen. En dan kwam er iets tevoorschijn dat Halloween was en dan zijn we er direct op gevlogen. Ja, want Haunted Playground, dat is natuurlijk, eigenlijk is een kinderspeelparadijs volledig omgetoverd. Wat zijn de dingen die je tot nog toe hebt gezien? Misschien wel het engste vond? Ja, je weet het niet. Goh, de scare actors, denk ik dan. Ja, als die zo in de tunneltjes echt achter je komen, dat vind ik wel het engste dan. Ja, ja. En even het engste moment van vanavond tot nog toe. Wie is er het hardst geschrokken vanavond tot nog toe? Laat ik het zo zeggen. Wel een beetje gelijk opgaan. Ik denk dat we alle twee wel heel snel schrikken en er was één moment. Oh, oh. dat wij in een tunnel zaten en er kwam een scare actor langs achter. Dus wij dachten wij vluchten de tunnel in. En wij vluchten de tunnel in, maar langs de andere kant kwam er ook één. Dus we zaten volledig vast. Dus dat was wel een goede starter. Ja. En voor jou? Ja, hetzelfde. Dat was eigenlijk. Ja. Ja, ik zag hem aankomen en ik zeg tegen hem, nee, andere kant. En dan kwam er plots ook langs de andere kant heen. Ja. Dus we zaten een beetje vast. Dit moment niet de nummer 1 dan? Of was dat toch wel... Dat kan wel, ja. Ja. Dingen die je nog echt wilt doen vanavond? Of denk je bij jezelf, ik ga het gewoon vanzelf zien? Ja, gewoon een beetje beleven, het op ons laten afkomen en vooral genieten. Dus voilà. Ja, hetzelfde. Komt nou heel veel plezier zo doen vanavond. Nee, het was nu de tweede editie. Volgend jaar gaan we natuurlijk voor een derde editie. Dus bij zijn is meemaken. Louder.